Deze week in Ede TV Nieuws. Basisschool De Bongert maakt herrie. Oorverdovend. Gemeente druk bezig met verantwoordelijkheid jeugdzorg. Ik ga ook heel veel in gesprek met allerlei instellingen. En vrijwilligers steken handen uit de mouwen bij NL Doet. Want ik heb al een speciale dag vrijgenomen om mee te mogen. Dit is Ede TV Nieuws. Het college van BNW heeft het bestemmingsplan voor de kazerneterreinen vastgesteld. De gemeente is flexibel met de inrichting van het gebied. De verantwoordelijke wethouder ligt toe. We hebben niet alles helemaal dichtgetimmerd met allemaal wat er precies moet komen qua kleurtjes en qua indeling. We laten veel ruimte aan de mensen die daar woningen willen kopen of andere gebouwen willen neerzetten om dat zelf voor een groot deel in te vullen. Eind vorig jaar lag het plan ter inzage. Daarop zijn 11 zienswijzen ingediend. Het is een heel mooi gebied en we denken dat mensen best zelf creatief zijn om te kiezen voor leuke woningen. Dingen die ze zelf leuk vinden. Ook aannemers zullen dat zeker doen die daar wat seriematig woningen gaan bouwen. Dus we denken dat de ruimte die je kunt geven aan mensen, dat past ook bij deze tijd. Niet alles voorschrijven, wel de kaders zetten. Het moet echt mooi worden. Maar iemand die iets specifieks wil, die moet die kans krijgen. We hebben een stukje Natura 2000, wat we eerst dachten te kunnen gaan bebouwen. Er waren wat vragen over. En toen hebben we gezegd, het is toch wel handig om het niet te doen eigenlijk. We gaan het gewoon bij de natuur laten. Dus we hebben een stukje weer teruggegeven aan de natuur eigenlijk. Dus iets minder te verkopen grond. In het plan is verder ook rekening gehouden met de komst van het World Food Center. Dat is nog niet helemaal voorzien. We hebben het wel genoemd in het stuk. Omdat we zeggen, we willen door met het plan. Er zijn nogmaals bouwers die aan de gang willen. Dus dan moet je zo gauw mogelijk een stemmingsplan klaar hebben. We wachten niet op het World Food Center. We hebben wel gezegd in het stuk al. Het zou wel eens kunnen zijn dat er binnenkort weer eens een aanpas komt voor het stuk waar het World Food Center komt. Dus we hebben er wel op gepreludeerd, geloof ik. Naar verwachting neemt de raad eind april een besluit over dit bestemmingsplan. Waarna de gemeente na de zomer hoopt te starten met bouwen. Dit is Saskia. Saskia is manisch depressief. De documentaire Zoals de nacht onvermijdelijk volgt op de dag gaat over haar. En vooral over hoe zij de wereld beleeft. Mijn naam is Kim Faber. Ik ben de regisseuse van deze documentaire. De in Ede opgegroeide HKU-studente Kim Faber maakt een documentaire over jazzzangeres Saskia van Essen. Met de naam Zoals de nacht volgt op de dag. De documentaire gaat vooral over haar ziekte. En willen ons daar vooral op richten hoe zij haar ziekte beleeft. Omdat dat toch heel moeilijk is voor mensen om te snappen hoe dat nou is om echt depressief te zijn of manisch. Dat snappen mensen vooral helemaal niet. Zelf is Kim ook depressief geweest. En dat was ook deels de reden om aan dit project te beginnen. Ik heb ook heel veel onbegrip ervaren eigenlijk. Dat mensen gewoon niet snappen wat het is om echt depressief te zijn. Dat je gewoon eigenlijk niks meer kan. En in die zin vind ik het wel belangrijk dat daar meer begrip voor komt. Voor het project is veel geld nodig. Daarom heeft ze al een trailer op het internet gezet om geldschieters te vinden. We staan op een crowdfunding site. We wouden in 40 dagen 2500 euro binnenhalen. We hebben nu 935 euro, nog 18 dagen te gaan. Dus het loopt nog niet helemaal volgens plan. Iedereen kan geld storten, kan vanaf 5 euro. Dus we merken ook dat daar heel veel verschil in zit. Het zijn vooral kennissen van ons die het interessant vinden. Maar we merken dat nu de laatste tijd, nu het iets langer online staat, dat het ook mensen zijn die gewoon achter het doel van de documentaire staan. Dus meer begrip voor psychiatrisch patiënten creëren. Saskia twijfelde dan ook niet lang over het besluit om mee te werken aan deze documentaire. En ik vond het heel leuk dat zij dat wil doen. En ook voor haar school. Dat vond ik toch wel heel leuk om te doen. De jazzzangeres is blij dat Kim deze documentaire maakt. Ja, in eerste instantie voelde ik me ook gevleid dat iemand een documentaire over mij wil maken. Maar later blijkt, je hebt het ook over hele moeilijke onderwerpen. En dat valt me soms toch ook wel zwaar. Maar het is wel goed om het te doen. Dat vind ik toch wel. Ik merk dat veel mensen gewoon weinig verstand van hebben. Van depressies, ook als je hypomaan bent of manisch. Je krijgt toch vaak hele domme dingen te horen. Van, ga lekker in het zonnetje lopen, dan voel je je beter. Terwijl als je zwaar depressief bent, dan is de zon juist helemaal niet fijn. Dat is allemaal te fel. En tenminste, ik durf dan nauwelijks naar buiten. Omdat alles zo helder is en fel. En dan heb ik liever dat het donker is. Dan voel ik me gewoon veiliger. Met het maken van deze documentaire hoop ik bij te dragen aan meer erkenning en begrip voor psychiatrisch patiënten. Ik hoop dat u daar ook een bij wilt dragen. Someday, some way, we both have...
for us. Vanaf 1 januari 2015 is niet meer het Rijk, maar de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De gemeente Ede is al druk bezig om dat mogelijk te maken. Nou, volgens mij gaat het de goede kant op. Het is wel een heel spannend traject, want het duurt nog 1,5 jaar ongeveer. En dan hebben wij alle budgetten, maar ook alle problematiek. Dus er moet nog heel veel gebeuren. Maar we hebben net de koersnotitie vastgesteld. Dus ik denk dat weer een hele mooie stap is. Na deze wijziging wordt er meer van de bewoners zelf verwacht. Nou, niet zozeer vanuit de bewoners zelf. Maar we willen wel meer aansluiten op de eigen kracht van het gezin. En dat betekent eigenlijk dat we zo snel mogelijk willen proberen dat een gezin het zelf weer kan oppakken. Dus niet zorgen voor het gezin, maar zorgen dat het gezin het uiteindelijk zelf weer op eigen benen kan staan. De opgestelde koersnotitie is deels daarom gemaakt. Nou, we hopen heel erg dat er ook bij de hulpverleners, en daar is deze koersnotitie ook vooral voor bedoeld, echt een slag wordt gemaakt in het op een andere manier aanbieden van zorg. Dus niet aanbieden van nou, we gaan dit doen. Maar veel meer vragen van wat heeft u nu eigenlijk nodig om weer goed voor uw kind te kunnen zorgen. Om uiteindelijk het gezin weer een stabiele basis te geven. Dus veel meer vragen richt en kijken wat het gezin zelf nodig heeft. Landelijk gezien zijn er zorgen of de gemeentes dit proces wel aankunnen. Zeker gezien de bezuinigingen. De gemeente Ede is optimistisch gestemd. Ja, uiteindelijk komen de budgetten naar de gemeente met een korting van ongeveer 20%. Dus dat is echt veel. Maar we zien op dit moment dat er heel veel hulpverleners in gezinnen komen. En vooral gezinnen waar meerdere problemen spelen. Die best nog wel eens langs elkaar heen werken. En wij denken als zo meteen de gemeenten daarover gaan, dat we ook meer structuur daarin kunnen aanbrengen. En hopelijk uiteindelijk dat het leven leidt tot minder hulpverleners. En dat uiteindelijk dus ook tot een besparing. En uiteindelijk ook betere hulp voor het gezin. Leden van de PvdA Ede gaan vaker de gemeente in om naar de bewoners te luisteren. Dat doe ik overigens zelf ook. Hè. Ik ga ook heel veel in gesprek met allerlei instellingen. En eigenlijk zegt bijna iedereen wel dat het anders moet en beter moet in de jeugdzorg. Want het is behoorlijk complex geworden, het hele stelsel. En dat geeft ons ook alweer het gevoel van dat we ook echt een verbetering kunnen maken per 1 januari 2015. En dat steunt ons eigenlijk alleen als gemeente om ook echt die slag te maken. Het braakliggende terrein op de hoek van de Stationsweg en de Erikalaan wordt weer verwaarloosd. Zo vinden omwonenden. Vorig jaar hadden bewoners ook al geklaagd over de verslechterde situatie. Het gebied is bedoeld om woningbouw te plaatsen, maar op dit moment lijkt daar weinig van terecht te komen. Het evenement Fleurig zal in 2014 weer plaatsvinden bij Landgoed Hoekelum. Aan het begin van dit millennium was dat ook al het geval, waarna het evenement vervolgens verhuisde naar het Utrechtse Haarzuilens. Fleurig is een evenement dat veel te bieden heeft op het gebied van tuinproducten. Het is nog onbekend op welke datum Fleurig exact wordt gehouden. In het kader van de duurzaamheid werkt de gemeente Ede op dit moment aan een plan van aanpak om nog meer afval apart in te zamelen. Afgelopen jaar werd in de gemeente 58% van het huishoudelijk afval gescheiden. Volgens landelijke normen moet dat getal nog eens met 7% omhoog. Voordelen van scheiden is dat het afval hergebruikt kan worden. Leerlingen op de basisschool De Bongert in Veldhuizen hebben afgelopen donderdag een minuut lang herrie gemaakt. Hiermee wilden ze aandacht vragen voor een goed doel. Wij doen mee aan de actie van het Lilianenfonds. En die actie gaat over... Er zijn kinderen in allerlei landen, niet-westerse landen, die niet naar school gaan omdat ze een handicap hebben. En dat kan natuurlijk niet. Dus wij dachten als school in de wijk Veldhuizen, daar moeten wij ook aan meedoen. Al onze kinderen gaan naar school en we willen ook graag dat andere kinderen naar school kunnen. En daar moeten wij onze kinderen ook op wijzen dat het in andere landen anders kan zijn. En tevens krijgt het Lilianenfonds €250 van de postcode loterij voor elke school die aan deze actie deelneemt. De kinderen moeten normaal natuurlijk doodstil zijn in de klas, maar mochten nu voor één keer uit hun plaat gaan. Ze waren dan ook erg enthousiast. Heel leuk, want in de klas moeten we altijd stil zijn. Heel leuk. Lekker afgaan gewoon van die herrie. Nou, ik heb een pandeksel meegenomen en een lepel. Gitaar. Gewoon schreeuwen als een kind. Zo'n deksel dat je erop kan slaan. Een pan en een lepel ga ik heel hard slaan en schreeuwen. Ondanks het feit dat zij de herrie het leukste vinden, zijn de kinderen wel bewust van de problemen die de leeftijdsgenoten elders hebben. Heel erg. Want zij moeten ook naar school kunnen leren. Voor Lilian Fonds, voor gehandicapten, zodat ze weer naar school kunnen. Ja, ik vind dat wel belangrijk. Want iedereen verdient om wel iets te leren.
We doen iets goeds voor de gehandicapten van de hele wereld. En we willen laten horen dat we ook vinden dat de gehandicapten naar school moeten gaan. Heeft u enig idee hoe de situatie in die land is? Nou, van sommige landen weet ik het wel. Omdat ik in de verschillende Afrikaanse landen ben geweest. En heb gezien hoe het onderwijs daar ingericht is. Dan zie je dat het totaal anders is. En dan weet je ook nog dat nog niet eens alle kinderen naar school gaan. En dan is het 12:40. Het moment om herrie te maken. De directie vindt het project geslaagd. Oorverdovend, ja. Mijn oren zitten nog dicht, ja. Ja, het was oorverdovend, ja. In heel Nederland werden op 15 en 16 maart ruim 8000 activiteiten uitgevoerd in het kader van NL Doet. Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland en wordt georganiseerd door het Oranje Fonds. Ook in Ede waren tal van activiteiten. En dan het Doet, dat is 1 of 2 dagen per jaar. Dan wordt iedereen gevraagd om een steentje bij te dragen aan dit soort instellingen als het dierenasiel. Om een dagje vrijwilligerswerk te doen. En dat doe je als tegenprestatie voor hetgeen wat hun voor de samenleving doet. Want zonder dierenasiel is er geen goede opvang voor honden en katten. En dat is wel nodig, zeker als je kijkt hoeveel honden en katten hier zijn gestationeerd. Het is een heel belangrijke instellingen. En op die dag doen de bestuurders, maar ook gewone mensen, doen wat terug voor deze organisaties. Dit moeten we eigenlijk gewoon veel vaker doen en niet alleen op deze speciale dag. Daar ben ik van overtuigd. We hebben geschilderd in de kattenverblijven, de verwarming, en we hebben geveegd. De vrijwilligersdag, om alles een beetje te verven, nieuwe schuttingen plaatsen, vegen, ramen, zeem, van alles wat. Ik ga een hondje wassen. Ja, dat is. Ik mocht uitzoeken tussen een heel groot en heel klein. Ik heb maar bij een hele kleine gehouden. Ik heb zelf ook al jarenlang hebben wij honden. Ik heb er zelfs 3 gehad. We hebben er nu 1. En zonder hond is het toch wat eenzamer thuiskomen als dat je een hond hebt. Want die is altijd blij als je er weer bent. En wat vindt u van het initiatief van NL Doet? Ik vind het geweldig. Het is toch leuk om andere mensen te helpen en de saamhorigheid die er allemaal is. Leuk. Ik ben nu bezig met het schoonspuiten van het straatje. Ik heb al radiatoren geverfd en gewoon zoveel mogelijk proberen te doen op zo'n ene dag. En misschien dat ik later nog wel eens hier terugkom om met de katten te gaan knuffelen of honden uit te gaan laten. En ik vind het een heel goed initiatief. Ja. Ik vind het hartstikke leuk voor die beesten ook allemaal zo dat alles netjes wordt onderhouden en alles wordt mooi gemaakt en zo. En om dit allemaal gewoon staande te houden. Denkt u dat het veel mensen trekt? Ja, zeker. Want ik heb al een speciale dag vrijgenomen om mee te mogen.